mijn to-do-list afstrepen. Het is vanochtend aardig gelukt, want het is nu 9:15. Dus dat is lekker. Ik ben er echt net uit. Wat zijn mijn plannen voor vandaag? Nou, blijft vakantie, dus rustig opstart. Het is, ik ga het even laten zien. Ik weet niet, jullie staan nog even op het statief hoor. Echt onwijs zeik weer buiten. Maar goed, ik moet er wel uit vandaag, want ik moet nog wel wat boodschappen doen. Maar dat hoeft niet gelijk nu, dus ik hoop eerlijk gezegd dat het dan vanmiddag een beetje droger wordt. Even de lampjes aandoen zo. Dus ik ga eerst even als een razende roeland door dit huis. Want er moet nodig opgeruimd worden. Ik kan het in een paar dagen tijd, kan ik er weer een aardige zooi van maken. Nou ja, ach, zo ben ik nou eenmaal. Maar dan wil ik het nu wel. Oh, sorry. Oh, jeetje. Wil ik het nu wel echt weer even opruimen. Dus dat ga ik even doen. En dan vanmiddag hoop ik dat het een beetje droger wordt. En dan ga ik lekker boodschappen doen. En dan gaan jullie mee. Denk ik. Of ik ga in ieder geval laten zien wat ik gekocht heb. Ik neem jullie voor de zekerheid mee. Ik weet nog niet of ik in de winkel ga filmen. Dat ligt er maar net een beetje aan. Dat blijf ik toch een soort van spannend vinden of zo. Maar goed, dat zien we wel. Nu eerst lekker bakkie. Even wat eten. En dan aan de opruimen. Zo, weer wat uren verder ben ik er ook helemaal klaar voor. En heb ik nog wat dingetjes in huis gedaan. En hey, precies de goede timing om boodschappen te gaan doen. Tenminste. Het ziet er ook nog wel dreigend uit, maar toch ook zon. Dus we gaan er gewoon voor. Ga ik jullie meenemen? Nee, ik wil dat wel een keer doen. Maar niet als ik zo ongelooflijk veel boodschappen moet doen. Want het is voor mij gewoon lastig om het met mijn scootmobiel mee te nemen en te doen. En als de dood dat ik die camera ergens laat vallen. Dus ik laat jullie zien wat ik heb gekocht als ik weer terug ben. Echt in die planningen van mij. Maar goed, ik ben thuis van boodschappen doen. Ik ga jullie echt vandaag nog laten zien wat ik gekocht heb. Dat beloof ik. Maar ik had mega trek, want ik had nog niet geluncht. En het is 4:30. Maar goed, toch maar even een broodje, want anders val ik om. Ik hoor net van mijn ouders dat mijn zus en mijn zwager ook daar komen eten vanavond. Super gezellig. Dus dat betekent dat ik jullie even mee ga nemen. Want dat is altijd wel even gezellig. Dat vindt mijn zus denk ik ook wel leuk. Want ze was helemaal blij met jullie reacties dat jullie haar zo leuk vonden in de vlog. Nou, super toch. Dus ik denk dat ze misschien nog wel een stukje zelf wil vloggen ook. En dan misschien moet ze zelf maar een kanaal gaan beginnen. Wie weet. Nou ja, we gaan het zien. Ik ga even mijn broodje opeten en even wat berichten en YouTube kijken en berichten lezen die ik gemist heb en dat soort dingen. En dan zie ik jullie gauw weer. Zo. Ben ik scherp? Ja, daar ben ik. Zo. We gaan dit een klein beetje op z'n Bianca's doen, dus zeg maar niet heel voorbereid. Want ben ik gewoon niet. En ik zou niet weten waar ik al die zooi kwijt moet, joh. Maar goed. Ik ga de koelkast even openmaken. En dan ga ik jullie even draaien. Dan hebben jullie vast een kijkje. En dan zie je vooral veel wijn liggen. De rode wijn staat daar. Die heb ik gehaald, want dat drinkt de moeder van mijn zwager. Rosé voor mijn zus. Zoete witte wijn voor mijn moeder en Jeroen. Droge witte wijn voor mezelf. En dan komt er nog bier bij voor mijn vader en mijn zwager. Maar daar gaat mijn vader voor zorgen, want dat werd wel al te veel gesjouw. Dan heb ik hier een heel gezellig wacht. Jullie zien me waarschijnlijk al wel. Een gezellig kerstboompje. Kruidenboter. En nog een kruidenboter, mocht ik te weinig hebben. En dan heb ik hier lekkere notenkaas voor 's middags op een toastje. En twee van die potten met snoeptomaatjes, want dat vind ik zelf heerlijk in de kaasfondue. En de kaasfondue
Heb ik hier liggen. Ben benieuwd. 3 kazen. Ik heb 4 van die pakken. Ik hoop dat het genoeg is. We zijn met z'n 7e, dus ik vermoed van wel. Oh, nou, dit is zeg maar broodbeleg. Dan heb ik nog lekker voor op een toastje 's middags steak tartare. En nog wat servelaatworst. En dat is beuken gerookt. Nou, klinkt heerlijk, toch? En dan 2 pakken Coburger ham. Kan je dat zien? Ja. Dat vind ik zelf altijd heerlijk in de kaasfondue ook. Dan maak je een soort... Oh, dat doet me er nog aan denken. Als je dit edit, je moet nog ananas halen. Want dan doe je brood met een beetje ham en ananas. En dan in de kaasfondue, dan heb je een heerlijke tosti Hawaii. Super lekker. Die pakken we zo even op. Wow, wat gaat hier mis? Oh, ja. Leverworst moet er nog even in. Zo, nou, hier dus de rode wijn. En dan heb ik hier, volgens mij alweer veel te veel, vreterijtjes voor 's middags en 's avonds. Een zak gewone chips en een zak paprika chips, ribbelchips. Dit zijn roomboter bladerdeeg triangel met in het om even in het thema te blijven. En knoflook. Dan heb ik deze leuke dingen voordat we gaan eten. Die leg ik op de borden. Dat vind ik zo leuk. En daar heb ik natuurlijk 2 pakketten van nodig. Nou, en dan heb ik hier dus nog allerlei andere ellende. Nog een chips, maar ik weet nog niet of ik die ga bewaren voor de kerst of dat ik die voor die tijd nog stiekem zelf lekker opeet. Geroosterde cocoon en sage en onion stuffing flavor. Ui, en dit is, hoe heet dat kruid ook weer? Nou, even geen idee. Ben benieuwd. Dan heb ik voor mijn eigen kerstontbijt 's ochtends lekkere brunchbroodjes gekocht. Het zijn kleine croissantjes en kleine broodjes. Dat vind ik wel lekker. Dan leek me dit echt superleuk. Kerstworstenbroodjes. En dat is dan in de vorm van een kerstboom. Ook voor lekker 's middags. Ja, mensen die hier komen eten, die gaan echt een soort van rollend naar huis. Maar goed, ik ben ondertussen even aan het graaien. Hè? Dan heb ik melbatoosjes voor lekker met die notenkaas en die andere dingen. Wat heb ik hier? Oh ja, breekbrood. Waar had ik die eigenlijk voor gekocht? Oh ja, voor hetzelfde waar ik de melbatoosjes ook voor gekocht heb. Dus misschien moet ik even keuzes maken. Want ik heb net ook al brood bij de Turkse bakker besteld. Voor in de kaasfondue. Want dat is wat lekkerder brood, denk ik, om te gebruiken dan dit brood. Maar ik vond dit ook zo leuk. Nou, we zien het wel. Waar ik het voor ga gebruiken. En dan heb ik hier nog 2 komkommers liggen. Ook voor de kaasfondue. Dit is een hele leuke kaars voor op tafel. Het lijken grote en dan steeds kleiner wordende kaarsjes. Maar het is 1 kaars. Dan heb ik hier nog verschillende soorten nootjes met zo'n leuk schepje erin. Nog wat worstjes, droge worstjes. En dit zijn schoonmaakdoekjes. Die zaten toevallig nog in de tas. Daar ben ik weer. En dan heb ik het grootste gedeelte echt wel in huis, hoor jongens. Het enige wat ik dan echt nog ga halen zijn verse dingen voorbij de kaasfondue. Zoals, ik heb dan wel de komkommer en de tomaat. Maar ik wil graag ook nog wat champignonnetjes bakken. Want dat vind ik lekker voor erin te dopen. Wat worteltjes koken. Die ik erin ga doen. En nog wat vlees. En dan denk ik dat ik het gehouden bij kleine gehaktballetjes. Die ik even kan bakken. En die je er dan lekker in kan doen. En kleine stukjes kipfilet.
Maar dat moet ik nog halen. Maar goed, het is pas vrijdag en ze komen woensdag. Dus ik heb nog alle tijd om dat even te halen van het weekend. Want ik ben nu wel een beetje uitgesjouwd. Goed, ik ga alles even weer terug in de tas doen en dan ga ik zo naar mijn ouders. Hi. Hi. Je wilde even dat ik ging vloggen. Dat wil ik niet, dat wil jij. Nee, jij zei ik ga wel dingen laten zien. Dus als jij nou die camera even pakt, dan kan jij de mensen even laten zien wat jullie kerstversiering is. Dat dan wel natuurlijk. Kijk, dan draai ik hem zo om. Ga jij even de mensen laten zien wat je allemaal hebt gedaan. Hey, Bianca. Hi. Dan moet je wel even opstaan. Mensen willen graag zien hoe jullie huis eruit ziet. Oké, okay, nou, dan gaan we. Kijk, schoonzoon Roy. En hallo. Onze vrolijke noot. Daar zijn we weer. Ja. Wat zeggen we dan? Heb je de reacties gelezen? Duimpje omhoog. Nee, nog een keer. Oké. Zo. Nou, dan gaan we even verder. Ik ga denk ik, maar Robert zei ook over vloggen. Dit is onze huisgenoot. Ik zal best leuk doen, maar ik zeg ook. Dinky, nou. Die ga ik dat wel doen. Dit is onze... Giliander. De kerstboom zetten we dit jaar niet op, omdat we ons kleine Timmetje nog wel eens over de vloer hebben. We houden het simpel dit jaar, maar toch wel sfeervol. Zo, dat is ons schilderijtje. Schaatsende mensen, kom je hier vaak niet meer vaak tegen. Zal die daarna wel... Hij was emotioneel, die Bert de Heerschop. Mm-hmm. Die doet altijd... Ons hysterisch kerst kleed. Onze buren doen ook mee. Opa en oma. Of vader en moeder. Ook goed. Beppie, ook aangekleed. Voor de kerst. We nog een klein hysterische rock'n'roll kerstman. Was echt super gezellig bij mijn ouders. Lekker gegeten ook. Mijn vader nog een stukje gevlogd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hij vindt het super leuk om te doen. En ik vind dat eigenlijk ook wel heel geinig. En nu is het tijd voor... Oh, helemaal klaargelegd. En zelfs al uitgezocht waar het vakje zat. Die zit hier. Nummer 21. Deze wordt ook een beetje gammel naarmate die gaat vorderen, jongens. Oh, het is een mooie oogschaduw en echt een hele mooie kleur. Zie je, het is een beetje een metallic-achtig kleurtje. Het heeft een glimmertje en het heet... Jullie hebben het al gezien, ik kan het niet in spiegelbeeld lezen. Ultimate Brown. Oh, jawel, oogschaduw. Ja, het is wel bruin, maar het heeft ook wel echt een... Ja, niet alleen een glimmertje van de... Zie je? Nu kan je het goed zien. Superleuk. Ik zei toch dat ik deze waarschijnlijk ging openmaken vanavond. Dat heb ik gedaan. Gadverdamme. Dit kruid. Ik weet even niet meer wat... Ik weet nog steeds even niet wat het was. Maar, alsof je gemalen kerstboom door je chips hebt zitten. Ik snap dat het heel kerstig is, maar... Nee, ik geloof niet dat ik het echt lekker vind. Even de hulplijnen gevraagd en antwoord. Het is salie. Dus het is... Geroosterde kalkoen en salie.